Fisher RC178GT. Een ski die alles zegt te kunnen doen. Mede door zo'n wat hogere shovel hier aan de voorzijde. Dus de neus komt iets eerder omhoog. Dit zorgt ervoor dat je naast de piste misschien net even wat meer draagvermogen krijgt. Daarnaast hebben ze die neus verstevigd door middel van een Bavatex materiaal. Dat zorgt er ook weer voor dat hij, als je hem gaat insturen, dat hij niet zo instabiel aanvoelt. Wat je bij sommige all-mountain skis wel eens vaker tegenkomt. Een echte all-mountain dus, met 78 mm onder de binding. Het zorgt er dus voor dat hij wat breder inzetbaar is. Maar laten we eerlijk zijn, deze is wel bedoeld voor 80% op de piste en 20% naast de piste. Daarnaast houdt de kern enkele titanalplaat onder de binding. Zorgt toch nog even voor net even dat beetje extra grip in wat lastigere omstandigheden. En een triple radius. Dus 1, 2, 3 bochtenlengte in een ski, zodat die eigenlijk voor alle bochtenlengte inzetbaar is. Dus waar ga jij voor? Een allround ski voor de gehele berg met 3 verschillende bochtenlengten? Dan is de Fisher RC178GT misschien wel wat voor jou. Kom langs bij Dakar Sport voor 100% tevredenheidsgarantie en een eerlijk advies van een van mijn collega's. Vond je dit nuttige informatie? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Dakar Sport.